Más rápido, más rápido. Está bien. De meiden komen uit Bogota, een stad die bekend staat als levensgevaarlijk. Het standaard patroon van een leven daar is dat ze heel makkelijk in de drugs, in het geweld, in de guerrilla terechtkomen. En door ze een soort houvast te geven in de vorm van sport, van voetbal, van een club, van een soort familie, kunnen ze zich daaraan ontworstelen. Chuta, chuta! Bien, potero! Niet verkeerd, ja, Spaanse Reinier. Ja, dat is camping Spaans hoor, daar moet je niet te veel van verwachten hoor. Het was best spannend voor de meiden. Voor het eerst trainen in een echt voetbalstadion en onder leiding van een professionele coach. Maar Reinier Robbermond werkte er graag aan mee. Nou ja, als dat past binnen het schema, dan is dat uiteraard geen probleem. En ja, je ziet dat ze er hartstikke veel plezier in hebben, dus dat is hartstikke leuk. Op wat ze zien hier, hoe het hier in Nederland gaat, dat geeft hun een voorbeeld van hoe het ook kan. En dat het niet alleen maar, ja, zeg maar dat er ook kansen zijn, dat het ook mogelijk is om op een andere manier te leven. En ja, dat stimuleert ze. En wij hopen eigenlijk dat we een soort zaadje planten, waardoor die meiden dus uitgroeien tot een andere leven. En dat ze dat uitbreiden naar hun familie, naar hun vrienden, kennissen. En dat ze dus laten zien, ja, er is ook wat anders mogelijk. En zo van binnenuit eigenlijk de samenleving veranderen.